Kom maar op, dit zijn er wel heel veel. Oké, dit zijn... I don't give a shit. Yeah. Dat is 1, 2, 3. Yo Roots, welkom terug bij een nieuwe episode van Conan Exiles. Ja, kijk, daar ben ik dan. Ik ben lekker getint. Ik heb een nieuw... Er zit niks. Wat? Oh, wow, hij heeft wel een vieze onderbroek. Wow. Wow, de kale, vieze, lelijke man stond erachter. Ik bedoel, ik stond erachter. In ieder geval, we gaan vandaag weer lekker Conan spelen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval, ik heb aan mijn huisje gewerkt, zoals jullie kunnen zien. Niet heel veel, vooral het murenwerk, zeg maar. Hier een klein beetje aangebouwd. Een heel klein beetje. Dus dat is mooi voor elkaar. Ik heb natuurlijk ook meteen lekker geleveld. En vandaag wil ik onder andere gaan checken bij die grot hier tegenover. Die daar zo... Je kan het net zien. Je kan het net zien. Daar gaan we een kijkje nemen. Maar daar hebben we eerst even gear voor nodig natuurlijk. En maybe een beetje bouwen. En ik heb... Dat hebben jullie denk ik net gezien. Ik heb nu 3 Lesser Wheels of Pain. Dus ik zat ook te denken om op mensen te ontvoeren. Als het even kan, zeg maar, de mensen die we nodig hebben... Voor, laten we zeggen, de armorer of wat dan ook, de carpenter. Maar ja, laten we beginnen met... Dit stukje. Hier wil ik zeg maar alle craftdingen neergezet. Ik weet niet of het past, maar de foundation kon er niet hoger. Anders moet ik er toch echt de verhogingen proppen. Dus let's do it. Al mijn engrams, nee, al mijn blueprints dingen waren gereset. Hoe heette die dingen? Recipes. Al mijn recipes waren gereset. Dus ik heb weer nieuwe moeten leren en dingen opnieuw moeten leren. Ik heb sowieso de armors nodig. Zoveel Conan updates, jongens. Even al mijn punten hier aan besteden. Ja, is dit trouwens het nieuwe armor wat ik nu aan het leren ben? Of, Oh, wanneer kan... Oh, level 30 kan ik de volgende. Alright. Wat had ik hier quest voor nodig? Oh, normale zwaard, tuurlijk. Normale zwaard, Chan. En die ook maar meteen dan, hè. En nou, want wij hebben natuurlijk ook betere wapens nodig. Voor als we even rond gaan kijken. Deze is op zich wel sterk, hoor, maar... Ik wil gewoon even meer variatie in de tent. Oeh, Iron Axe. Ja. Yeah. De Dima. Oeh, Cutlass. Damn it. Oh, zoveel coole shit. Zijn mijn punten al op? Nee. Oh, available 18. Misschien een klein beetje zuinig aan doen. Een heel klein beetje dan maar. Maar oké, we hebben nu dus alleen deze armored bench. Ik heb, voordat ik uitlogde trouwens, deze dingen aangezet. Tenminste, dat denk ik. Even kijken. Hallo? Ja, kijk, hier zitten wel stone bricks in. metal. Hell to the yay. En deze ben ik vergeten aan te zetten, blijkbaar. Damn it! In ieder geval, nog meer metal. En stone bricks. Heerlijk! Dat is allemaal voor die opspaarsessies. Kijk, hier wil ik nog een trapje omhoog maken, zodat ik dan uiteindelijk op het dak kan. Het dak moet er nog op. Of het plafond en het dak, moet ik dan zeggen. Want dit wordt een big ass huis. Gateway. Deze. Stonebrick Gateway. Unlock. We did it. We hebben hem. Oké. Hoe duur is een fucking stone... Oh, dat valt best mee. We hebben shaped wood node. Oh. En dit? Oh, dat valt best mee. Ik heb die iron dingen volgens mij gemaakt de vorige keer. Ja, hier, kijk. Oh, het zijn er niet echt te veel. Maar hey, hier, kijk. Wat is dit? Glass flask mold? Is die nieuw? Denk het wel. Nou ja, laten we hier dan maar even heel veel van maken. Hoeveel kan nodig? Ik ben het alweer vergeten. We gaan gewoon voor de... I don't know. Boeit niet. Wat hebben we hiervoor nodig? Shit. Alles had ik net naar buiten gegeven. Maar dan hebben we het dus toch nog gelukkig. Oh ja, dan hebben we dus ook dat houtverwerkingsdingetje nodig. Dat was de carpenter, I guess. Heb ik die al geleerd toevallig? Carpenter's bench, ja. 150 steen. Jesus, willen we wel echt arm hebben. 150 steen, dat is toch schandalig tegenwoordig. Vroeger hadden we nog de guldens. Toen hadden we helemaal geen steen. En, wat? Ja. Steen is hier om de hoek. Hak, bitch. Yay, lekker. Oh, carrying weer too much. We dragen weer te veel. Maar we kunnen wel alvast deze maken. Armorer's bench, ook heel handig. En die ene moet ik ook opnieuw maken. Die smith hay. Nee, kut. Wat? Dat blacksmith ding. Oké. Okay. Hide, heb ik daar nog wel veel? Volgens mij niet. Alright, let's go to the bomen. Hey, bomen. Ken je deze vriend nog? Het is een bijl. ik weet niet of je daar vrienden mee kan worden. Trouwens, ik heb mijn settlement aangepast. Laat ik het zo zeggen. Ik heb een heel nieuw bureau gemaakt. En die heb ik verplaatst naar een andere plek op mijn kamer. En het is even wennen met de camera, de microfoon die echt recht voor mijn neus hangt nu. Dus hey, mocht het er vreemd uitzien... Dan komt het waarschijnlijk door mijn gezicht. Maar dat is vanzelfsprekend. De armor is... Ah, oh, kut. Ja, de hide, tuurlijk. Heb ik dan nog in een kist toevallig? Anders moeten we echt even gaan jagen. Is niet zo heel erg, want dan kunnen we lekker het wapen uitproberen. Nou, trouwens, wacht. Ik doe deze meteen hierin. 4 hide. Kut. En hier... Je weet wat dat betekent. We gaan jagen. Oh, wacht. Misschien moet ik je al eerst even dit achterlaten. Ik hoop dat alles wel in dit hokje past. Oeh, lag. Ja, dit is echt iets wat perfect in de hoek
past. Kan daar zeker net niet. Zo denk ik. Is dit wat mooi? Het werkschuurtje. Nice. Dit wordt vet. Dit wordt heel vet. You just gotta believe, man. Okay, maar hier kon ik dus niet verder uitbouwen met foundations, want grond. Dus dat moet dan in de hoogte. Ik wil sterk worden met de boog. Oké, waar zijn dan mijn biertjes? Mijn diertjes uit. Mag ik wel even doorrennen, knul. Oké, pak meteen even die aloe vera. Nee, oké, dan niet. Jesus, pak wat struikjes. Ik heb zeg maar die dingen nodig. Die struikjes dingen. Wat krijg je eigenlijk van... Oh, ik heb een cochineal. What the fuck is een cochineal? Ik heb ook al de cochineals. Cochineal. A small insect with brightly colored innards. Oh, volgens mij kun je daar gewoon mee painten. Of time. Dan heb je mijn eerste doelwit. Alleen deze volgens mij vooral... thick height. Oh, daar hebben we de plant fiber. Oké, fuck. We gaan er gewoon voor. This is Narnia. Ik kan me niet vinden. Yo, kom op. Oh, shit. Wow, die punch was sterk. Damn. Oké. Oh, exotic flash, tuurlijk. Oh, ja, maar alleen maar tick high dus. Ik heb echt gazelles nodig en zo. Hey, gazelles. Daar ben je. Oh, tussen de miskramen. It's okay, though. Wow, shit. Wow, ik ben echt fucking sterk. Oké, miskraam. Wow, één hit. We gaan ook zo uit die cave, ik zweer. We gaan alles breken. Is dat ding nou nog aan het eten? Wat? Oké, nou, boeien. Oké, geef me al die height. Give me all... Het ligt echt vet van stijf. Oh ja, kom maar. Bring it on, boys. Yeah, ik ben sterk. Niemand kan me tegenhouden. Behalve mijn moeder. Want ik luister nog steeds heel loyaal naar mijn moeder. Ja, cool. Hebben we al genoeg? Hoeveel hebben we? 50. Oh, 99. Ja, ik denk dat het wel genoeg is. Ja. Oh, ik hoor je wel. Je filthy pik. Vies zwijnvarken ding. What the fuck? Drink. Why don't you drink, man? Moet je daarvoor echt zwemmen? Oh, nou oké, nou drinkt hij wel. We moesten een armorous bench hebben. Alright. Tannery is ook sowieso nodig. Die maak ik dadelijk wel. En deze wil ik ook nog. Oeh, 50. Oeh, shit. Eerst gaan we even die gate fixen erbij, weet je wel. Voor die extra defense. En omdat ik het echt al 3 afleveringen zeg of zo. Get fucked, boy! Dit zwaard is sterk. I love this zwaard. Hey, netjes. Cool. Ga meteen even kijken of we even een beter armortje kunnen... Heb ik deze nou nog aan of die andere? Volgens mij deze. Oké, laten we even kijken. Leather. Ah, kut. En iron. Leather en fucking iron. Tuurlijk. Ja, dat is niet echt een probleem, want iron hebben we best veel. Maar leather kunnen we nog niet fixen. Hoe ver is deze ondertussen? Oh, die is al klaar. Oké. Turn off. Yes. Sowieso even al die iron bars hierin pleuren. Nou, niet allemaal, maar we hebben heel veel van die dingen nodig. Echt, woe. Dan doen we nog even 50 hierin voor de wapens. Ik wil die cutlass namelijk heel graag hebben. En weet je, ik kan ze beter allemaal maken. Behalve die. Die ga ik niet maken, want dat kost wel extra. En ik ben een skere jongen. En skere jongens die skeren zichzelf niet. Omdat ze geen baardgroei hebben. Omdat ze er te skeer voor zijn. Dat is mijn uitleg. Dit was mijn les. Maar oké, ik ga nu even verder verzamelen en spelen en wat dan ook. Zodat ik even dit kamertje sneller opgevuld heb. Want dit zijn dingen die jullie al gezien hebben. Dus dan gaan we even fast forwarden, oké? Oké, lekker op dreef. Ik kan nu in ieder geval eindelijk dit stomme kut... dit stomme vervelende zwaard droppen. Ga hem nooit meer gebruiken, oké? Nooit meer een stone sword. Dit ding kan dadelijk eigenlijk ook weg, maar hij is nu nog aan het craften. En ik dacht dat de wapens al klaar waren. Never mind. Oh shit, we moeten dus nog langer wachten. Cool, ik heb een fireball cauldron gemaakt. Ik dacht eigenlijk dat het een gepimpte campfire was. Maar hey, het is blijkbaar gewoon een soort van cooking pot. En natuurlijk zag ik hier rechts dat er aloe leaves in konden. En nu ben ik aloe extract aan het maken. What the fuck het ook doet. Ah, wat? Regenerating. Volgens mij, het is volgens mij een healing potion, jongens. Het lijkt op een healing potion. Oh, en dit kan ook. Cool. Yellow Lotus Potion. Oké, wat kunnen we nog meer? Die erin? Nee, die doet niks. Deze duurt zo rete lang, hè. Ik ga er nog even op wachten. Ondertussen ben ik ook al andere dingen aan het doen. Jullie zien dadelijk alle resultaten. Hoe vaak heb ik dat nu al gezegd? Jesus. Oh, wow. Is het een zandstorm? No freaking way. Het is de eerste keer. Dit lijkt op een zandstorm. Dit is een fucking zandstorm. Holy shit. Oh, I'm fucked. Oh mijn god. Tering. Oh mijn god. Holy. Ik weet niet hoe ik moet reageren.
Dat ziet er echt fucking impressive uit. Shit. Shit, 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 zandstorm. Waarom heeft Ark dit niet? Dit is zo episch. Even serieus. Oh mijn god. Gaat hij net langs me op? Wow. Dit is echt insane. Yo, ik krijg het helemaal kippenvel, man. Ik zit er gewoon net niet in. Nice. Dit is zo cool. Kijk dan hoe vet dit gaat. Wow, die is zo mega groot. Dit is echt een hele epische zandstorm. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Kijk, en met dit soort dingen word ik heel erg benieuwd naar de toekomst van Conan. Omdat het zoveel potentie heeft. Holy shit, man. Is verdwenen. Yo, het begint er gewoon op te klaren. Ja, wat? Dat was fucking insane. Mijn nieuwe armor is klaar. Oké, ik ben alvast dingen aan het verzamelen voor de gate. Ik denk dat ik alvast één kan maken. Oh, hier moet nog meer hout in. Let's do it. Deze, ja. Ondertussen zijn deze dingen nog bezig met craften. Die iron reinforcements, de rest. Maar ik denk dat ik wel... Ik heb sowieso genoeg, jongen. Kijk dan, jezus. Ik doe er 2. Yeah. Cool, we hebben ze. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik wil er eigenlijk... Oeh, laggy. Ik wil er dus ook een hier in huis. Kut, dat is zeker veel te smal. Nee. Nee. Kom op. Het past ertussen, ik weet het zeker. Ah, hij pakt hem. What are you doing? Oké, ik wil hem zeg maar... Ah, nee. Hij doet het alleen daar echt. Hij doet het alleen zeg maar... Ja, shit. I don't care actually. Pada! Oké, we did it. We did it. We hebben erin geplaatst. Het ziet er cool uit. Ik moet hem wel even hier vastmaken. Wacht, waarom snapte die? Nou ja, fuck it. Oké, alleen nog even bevestigen. En Jesus, man. Oké, dat is wel dope. Dat is wel dope. Poortje erin. Bloep. Hoe klein... Wat? Oké, ik snap het niet meer. Je bent me kwijt, oké? Hoe de fuck werkt dit? Waarom is dat ding zo hoog? Zijn het verschillende? Dat zal toch niet, hè? Stonebrick Gateway. Stonebrick Gate. Nee. Maar wat is het probleem? Fuck it, weet je wat? We doen eerst de gate aan de buitenkant, oké? Okay? Yep! Boom! Dismantle. Lekker, lekker, lekker. Oké, okay. Kan het ertussen? Of moet ik dat echt... Too far from the ground? Ja, maar dat is logisch. Moeten er foundations onder? Dat zal toch niet? Oh, I get it. It's okay. Jezus, ik ben echt traag vandaag. Sandstone fence. Fuck, hout. Oké, laten we hier... Oh, precies 3. That's nice. Oké, 3 van die dingen. Mooi, pakken we meteen op. Zetten we neer. Hier tussen. Kan dat nog snappen? Please tell me it can snap, boy. Echt, vandaag hebben dingen niet echt zin om mee te werken. Zo te zien. Klaarblijkelijk. Ik weet niet wat ze hebben gedaan met de update, maar jezus man, waarom werkt het niet? Kom, goed snappen. Hoe moeilijk is het? Oké, fuck it. Jongens, what the fuck? Ik snap het niet. Wat doe ik verkeerd? Ik bedoel... Niks snapte. De walsie snapte echt perfect. Maar dit is echt bullshit, joh. Ja, maar het gaat niet werken als het niet aansluit. What the fuck is dit? Oh, wacht. Nou... Ja, oh, nou doet hij het wel. nu doet hij het wel. Alleen, ja, niet echt hoe ik het wil, maar toch. Ik dacht, laat ik eens even retarded mee gaan doen. Maar fuck it, ik kan niet meer leven. Oké, nou deze. Ja, maar jezus! Ik snap... Hoe dan? Ik bedoel, als het niet... Het gaat er niet in, jongens. Het gaat gewoon niet in. Is er iets kapot gegaan in een update of zo? Want ik snap er echt geen kut van. Dit moet hier toch gewoon in kunnen? Kan ik hiermee interacten? Dismantle. Ja, ik heb hier een lekker gatje. Oh, kut. You gotta be fucking kidding me. Oké, nou, we hebben in ieder geval 1 gate erin. Alleen nog niet... Nou, we hebben een gateway erin, maar nog geen gate. Kom op, waarom? Het is niet allowed. Oké, wat gebeurt er als ik... Ik ga hier zoveel spijt van krijgen. Ik dacht misschien ligt het aan de foundation. Hij lag dus blijkbaar niet aan de fucking hell. En ik dacht dit was een super toffe... Fuck deur. Nee. Nee. Het is geen toffe deur. Als ik hem nou gewoon daar plaats. ik kan het gewoon niet... Waarom kan er geen deur in? Wat doe ik verkeerd? Building is not allowed hier. Ja, nee, dat snap ik. Overlapping. Ja, dat snap ik ook nog enigszins, maar... Wat is het fucking probleem? Waarom snapt dit niet? Kom op. Je hoeft alleen maar even sexy te snappen, man. Like you did vroeger. Ik was helemaal impressed naar die sandstorm en nou dit. Wat heb ik nou... Nee, goddammit. Ik wilde alleen de wal slepen. Oh, wacht. Dit is één van... Ah, haha.
Maar ja, ik wilde alleen even de wal slopen. Ja, ik denk dat er iets kapot is gegaan met een update. Er was echt gewoon nog... Er waren twee updates voordat ik begon met opnemen. Is niet chill. Is niet chill. Ik ga gewoon even improv, oké? Okay? Want dit slaat echt nergens op. Eindelijk! Na al die tijd zijn ze klaar. De Cutlass en de Iron Battle Axe. Ook al stond er gewoon axe. Ik voeg gewoon battle toe omdat het cooler klinkt, oké? Okay? Mijn boog neem ik mee, maar ik ga er niks mee doen. We hebben nu drie wapens. We hebben mijn axe. Hoe heet mijn ex ook alweer? Ai, voor god. We hebben de Cutlass. Oeh, dit is echt een sexy zwaard. Dat is die sexy shit. Alright, en we hebben de... Shit, ik ben een sikkel. Iets met een sikkel. En we hebben een nieuw armor setje. Ik ben er helemaal ready voor, jongens. En we hebben dit. Ta-da-ta-ta-ta. Ja, maar dit hadden jullie ook gezien. Maar oké, laten we naar de cave gaan. Zodat we nog iets, een soort van iets fatsoenlijks hebben gedaan in deze episode. Op zich hebben we wel nuttige shit gedaan, maar hey, kijk waar het naartoe leidde. Ik bedoel, dit is geen mooi aanzicht. Anyway, let's go! Heb ik een schild nodig? Nee. Fuck schilden. Heb ik vlees nodig? Ja, waarschijnlijk wel. Anders ga ik dood. Yeah! Cool! Let's go! Let's go! Deur laat ik open. Gaat Tony dood? Is Tony iemand die... Oeh, dat deed damage. Had ik zo'n potion mee? Nee, heb ik niet gedaan. Fuck. Nou, boeien. We hebben geen potion nodig. We zijn onverslaanbaar. Ik ga beginnen met de Cutlass. Nee, ik ga beginnen met de axe. Oké, ik ben benieuwd eigenlijk wat er allemaal in cave zit. Want in de eerste cave zat gewoon niks. Gek genoeg. Behalve heel veel van deze miskraam. Oh shit! Eén hit op zijn face en hij was gewoon gone. Dit wordt een walk in the park. Dit wordt een walk in the park. Geef me een paar van die planties. Daar kan ik shit mee maken. Ja, geef me die lotus blossoms. You all know I like them lotus blossoms. Oh, daar heb je hem hier. Bitch! Oh! Eén hit! Oké, lekker. Shit man, deze battle axe is zo sterk. Oh, er zijn er veel. Konijn! Wop! Wop! Oké, kom maar. 1, 2, hoe? Holy shit. Oké, nou wordt het interessant. Kom maar op, man. Pop! I don't give a fuck. Oh, momentje, even inladen. I don't give a fuck about you all. Kom maar hier. Oh, die kristallen zijn zo vet, hè. Maar kom maar op. Jij! And another one. And another one. Yeah. Bring it on, Chucho. Kom maar op. Dit zijn er wel heel veel. Oké, dit zijn... I don't give a shit. Yeah. Dat is 1. 2. 3. 4. Kom maar op. Oh mijn god. Het zijn er wel heel veel. Jongens. Kom maar op. Yeah. Bam. Ze gaan allemaal dood. Ze bezwijken allemaal onder de machtige voeten. Met tenenkaas. Van Rudy. Shit, boy. Volgens mij spannen ze daar in die holletjes. Maar wat is het nut nou? Yeah! Alles is dood. Alles is kapot. Ik heb hem overmeesterd. Wat? Dit gaat nergens heen, toch? Nope. Dit zijn echte spanplekken. Yo, ik zie alleen geen kut. Echt helemaal nee. Ah, daar is een nieuwe. Dood! Deze battle axe is de shit. Oké, we gaan even kijken of we die rode zooi kunnen minen. Hey, rode zooi. Let me mine you, my brothers. Is er iets anders dat we hier wel kunnen minen? Oh, dat maakt alleen een vreemd geluid. Kom dan. Hier, Cutlass move. Bam! Oh, Cutlass is ook sterk. Shit. Hier, geen probleem. Geen probleem. We zijn heer en meester van dit land nu. We kunnen dus niks in deze grot. Behalve alles doodmaken. Het geeft geen eens echt XP. Totaal niet de moeite waard dus. Alright, ik ga weer naar buiten. Shit, man. Wauw. Oh, fuck. Ze zijn hier ook gewoon al gerespawned. Aan de kant, my brother. Pa-da-da-dam. Pam-pam-pam-pam. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Nou, dat viel... Tegen? Nee, I don't know, het was wel vet. Ik ben sterk, ik ben echt opeens fucking sterk geworden, joh. Zal het echt gewoon door die metal weapons komen? Holy shit. En dan gaan we met mensen stemmen, denk ik. Jezus. Als jullie weten wat we kunnen in die grotten, laat het me dan sowieso weten. Ik heb ook zo'n vermoeden dat het misschien echt gaat om die beesten. Want dat echt de plek is waar je die beesten kan vinden. En als je die killt, krijg je een bepaald iets. En dat heb je nodig voor bepaalde shit. Maar ja, nu lijken de grotten redelijk leeg. En ik krijg er alleen maar corruption van. Zo, wacht, kreeg ik daar corruption? Ja, volgens mij wel. Dus ja, ik weet niet echt wat het nut daarvan is op dit moment. Het was in ieder geval wel tof en ik ben blijkbaar fucking sterk. Dus ik ben nu iets meer zelfverzekerd om het zo maar te noemen. Om even op jacht te gaan. Ik moet sowieso even andere kampjes zoeken. Als het kan een armor of vinden of een carpenter of wat dan ook. Of even zo'n priester van shit, ik ben mijn religie alweer vergeten. Iets met een M. Ah, het is een doggy. Hi doggy. Ah, kijk, hier lijkt iets te zitten. Hier is een kamp, alright. Oké, nou ja, ik moet alleen even checken wat het allemaal is. Ik denk dat ik gewoon alles nog uitgeslaan. Kan ik dat? Oh, ja, kom maar. Wat is het? Een tenner, die hebben we nodig. Level 2. Oké, die is unconscious. Mooi. Volgende. Dat is een fighter. Boeit me niet. Archer, tuurlijk. Kom maar. Ik ga jullie allemaal mee. Oh man, ik ben bijna dood. Ik ga dood. Ik zweer. Ik ga dood. Ik ben dood. Nee joh.
Hoe tyfus veel haalt die pijl af? Jezus. Ja, ik ben dood. Ik snap het. Stop met schieten. Oké, laat me respawnen. Oké, geef me even snel één wapen. Doe die. Ga ik hem meteen naartoe, meteen mijn shit terughalen. En dan hopen dat ik die tenner in ieder geval mee kan nemen. Die was level 2. Dat is sowieso handig om te hebben. Shit, man. Kut, die zag ik echt niet aankomen. Ik was veel te zelfverzekerd. Oké, we hebben de Iron Mace. Oh, deze is ook bruut. Bring it on! Oh mijn god, mijn vieze onderbroek, al die remsporen. Shit! Maar ja, het moet, het is er even niet anders. Wat was het ook alweer? Is hier, hè? Wee! Oh, zetten dat? Ja, daarboven zitten ze. Oké. Ik denk dat de boel nog een kantjes is, dus dat gaat allemaal goed komen, gelukkig. Het is één vijand, één archer, die moeten we wel kunnen uitschakelen. Alright, mijn stamina is zo goed als bijgeladen. Scheid archer, jongen. Bring it on! Kom maar op, revenge! Wraak is voor mij. Wraak is zoet. Ja! Oh, ja, dan kan ik hem niet tamen. Maar fuck it, hij is kapot! Get fucked, boy. Hey, ja, dat ga ik niet pakken. Ah, oh, take all. Ja, kom maar. Oké, wat? Oh, wow. Nee. Nee, shit, dat meen je niet. Laat je toch twee gasten knock-out? We zijn... Ah, oh, man. Fuck jou. Ik hou door jou. Oh, het beeldje is weg. Oké. Okay. Ik zie dat dat kon. Wow, wat? Oh, shit, je kan een hele shelter afbreken. Dat wist ik helemaal niet. Ik heb alsnog mensen nodig die ik moet temmen. Mijn truncheon begint ook een beetje kapot te gaan. Dat is best wel vervelend. In het begin zetten ze heel veel bij elkaar. Gewoon honderden van die kampjes. Maar hier niet! Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb nog veel te weinig verkend hier. Daar weet je, daar tegenover ze gegarandeerd van iemand zitten. Wat is dat daaronder, though? Ik zie er iets warpen. Volgens mij zo'n kip. We don't like them chickens. Ah, man, balen! Deze zitten zo dicht bij base. Yo, wat is dat daarachter? Tering. Dat lijkt wel op een big ass kasteel of zo in die rotsen. Even op de map kijken, hoor. Dat is hier. Oh, dat is hier. Oké. Okay. Konijn! Get fucked, boy! Yo, hey, doei! Doei! Nou, gelukkig zijn er wel agressieve kippen, hè? Daar word je blij van. Fucking kip. Oh, hey, hey, heb je ook zo'n ding, hoor. Ja. Ja, we kennen jullie vieze grapjes nu wel. Ja, krokodil, joh, jij bent al lang niet meer interessant. Jij bent niet meer relevant. Oké, hij is ook best sterk, maar ik kan ze hebben. Iets te gevaarlijk hier misschien, een klein beetje, ja. Laten we langzaam toch maar een beetje oppassen. Je moet toch wel ergens een mens zitten. Jezus. Yo, ik zie daar een big ass hand. Zie je? What the fuck? Oké, okay. Ik weet niet of... Wacht. Bye, Rhino-chan. Doet iets. Oh mijn god. Hij is mad. Hij is mad. Wow. Oh. Jezus, stop dan. Ik zit erin. Guess don't. Please. Oké, dankjewel. Oh, daar zitten mensen. Maar ik denk dat het er best veel zijn. We gaan lekker hier even een handje helpen. If you know what I'm saying. I'm the king of the world. Yeah. Oké, we hebben mensen gevonden, maar ze zitten daar boven. Wacht eens even. Daar stond net een archer rechtop, oké. En nu ligt hij. What the fuck happened? Oké, wat is er gebeurd? Harvest corpse? Er is een hele nek is omgedraaid. What the fuck? Ik snap het niet. Waarom is zo'n oksel hier? Oké. Oeh, heeft large grubs. Fat grubs bedoel ik. Dankjewel. Ironstone. Ja, tuurlijk. Geef maar. Wow, waarom zijn ze kapot? Heb ik iets gemist? Zijn ze... Wat? Oh, coal. Lekker bark. Kom maar op. Oh. Oké, er zijn dus wel mensen hier. Ik zie daar nog een archer staan. En ik denk dat dat een archer is. Want hij heeft een boog. Dat lijkt me logisch. Fuck, let's go. Level 3 archer. Oh mijn god, die wil ik hebben. Oké, maar hij is dood. Deze moet dan ook wel level 3 zijn, denk ik. Alleen hebben we weer een combat unit. Dat was niet echt de bedoeling, maar fuck it. Nee. Tering, dat duurde lang. Yeah. Slepen hem mee naar huis. Kom je mee, knul. Slepen hem helemaal mee naar huis. De fuck was mijn huis ook weer. Maakt niet uit, we gaan gewoon deze kant op. We hebben de knul gevangen. Shit. Dit is allemaal level 3 zo. Oh, dit zijn volgens mij level 3 fighters. Fuck me. Ik ben toch wel een klein beetje benieuwd. Als er een ander gastje bij zit, dan drop ik deze arch. Ho. Wat ben jij? Samorian fighter? Kushiti fighter. Ze praten tegen me. Het is een mannetje en een vrouwtje. Dat is wel cute. Oké, bye. Hey, nee, ik neem jullie archer mee. Het is voorbij. Hey, dit is een big ass boom. Jezus, dat is wel cool. Ik hoor geluiden die mij niet bevallen. Dit bevalt me niet. Zijn we weer? Oh, wow. Oké, zijn we weer? Mikasa is Tsukasa. Ga erin, man. Ga erin. Kies erin uit. Het is allemaal voor jou. Kies maar gewoon uit. Welke wil je? Oké, hij zit erin. Mooi.
Mooi, mooi, mooi. Oké, de Archer die wordt gecraft. Het blijkt best wel lang te duren. Ik weet niet hoe lang een level 3 duurt en of dat überhaupt kan in een Lesser Wheel of Pain. Maar level 2 ging ook, dus hey, ik ga er maar gewoon vanuit dat het wel kan. En dan hebben we genoeg gedaan voor vandaag. Yeah. Ja, op zich. We hebben best veel gedaan. Het waren wel snelle stappen. We hebben dit hele kraftkamertje zowat afgemaakt met de dingen die we al kenden. Ja, die aanbouwen ding. We hebben een supermooie, nuttige gate geplaatst. Hell to the yeah. Zoveel nieuwe wapens, nieuw armor. We hebben een best groot stuk verkend. We hebben een hele cave uitgemoord. Kijk, daar kan ik nu echt blij om worden. In ieder geval, de volgende keer ga ik dat wel echt verkennen. In de map. En zoveel mogelijk mensen tamen voor al die dingen. Al die dingen. Het viel vandaag een beetje tegen. Oh, trouwens, de zandstorm. Zandstorm, die moet je niet vergeten. Die was best wel episch. Het is druk. Het is druk. Yo, er is zoveel te doen in je eentje. Dat is echt naar. I need some help, man. Maar ja, thanks voor het kijken. Vond je het leuk? Doe dan dat duimpje omhoog. En abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie in de volgende aflevering van Conan Exiles. Später!